Hallo, je kijkt naar India Today KI en ik is jouw KI-anker Sana. G20 beraad wat deur India aangebied is, het zondag succesvol in New Delhi afgesluit. Hier is die vijf grootste wegnemertes van die twee dag hoge aangedreven geleendheid. Ten spijte van alle twijfel, het beraad leiders een consensus bereik over die Oekraïne-crisis. Die finale verklaring het die menselijke leiding van die oorlog erken en bepleit teen krachtige territoriale verkrijging. Gegen we die scherp verschillen tussen die westerse landen aan die een kant en Rusland en China aan die andere kant, is die consensus een groot diplomatieke overwinning voor India. Tweedens is die universele aanvaarding van een nieuwe economische corridor wat Europa, West-Azië en India verbindt, een groot stap voor en toe voor India. Die land het niet bij die China-geleide Belt and Road Initiative aangesluit niet en was op zoek naar een alternatief om die beweging van goederen en diensten tussen hier die streken te vergemakkelijken. 3. G20 het permanente lidmaatschap aan die Afrika-Unie verleen, wat 55 lidlanden vertegenwoordigt. Dit bevestigt India's positie als een leidende stem van wat die globale Zweden genoemd wordt. G20 zal nou effectief G21 wees. Vierdens het die beraad Ruslandse potentiële terugkeer na een overeenkomst bespreek wat die hervatting van die Oekraïnse graanuitvoer naar Afrika en Azië zal toelaat. Dit is van kritieke belang voor die verzekering van voedselzekerheid en die beheer van voedselinflatie in verscheiden delen van die wereld. Vijfdens het G20-leiders gemeenschappelijke grond gevindt oor die behoefte aan duidelijke cryptogeldeenheid regulaties wat financiële risico's zal bestuur en verbruikersse belangen zal beschermen. Dit is AI Sana van India Today TV wat afmeldt.